Uit de jaarcijfers is gebleken dat Volkshuisvesting Arnhem leidt aan een verlies van ongeveer 40 miljoen euro over het jaar 2012. Corporatiedirecteur Gerrit Breeman zegt dat er was uitgegaan van een verlies van 20 miljoen door de extra investeringen. Door een nieuwe boekhoudsystematiek, die moest worden toegepast, verdubbelde dit verlies ineens. Echter heeft dit geen ernstige gevolgen gehad. Door de regels die nu zijn toegepast is het vermogen zelfs gegroeid met 200 miljoen. Volgens Breman hoeft er niet te worden gevreesd voor de voortbestaan van de Volkshuisvesting.